beroep moet je hebben je weerhoud. Als de getuigen en welkom jullie partners. Welkom in het stadhuis van Zaanstad. Jullie zijn ontvangen door Anton Dolman, gastheer van het stadhuis. En ik ben Olga Hendricks, buitengewoon ambtenaar van de burgerstand. Vandaag 27 december, de dag van jullie huwelijk. Gekozen voor een huwelijksvoltrekking zonder al te veel ceremonieel. Maar toen Paul mij belde, zei hij, ja, ik wil toch wel dat je even vertelt hoe we elkaar hebben leren kennen. Ja, en eigenlijk ken je elkaar al 20 jaar, maar dat was alleen van hey, hallo en goeiedag en verder niet. Als Paul dan interesse in jou krijgt en hij je graag wil ontmoeten om je beter te leren kennen, dan gaat dat niet vanzelf. Je hebt hem behoorlijk laten wachten om eindelijk in te stemmen om dan toch maar samen een kopje koffie te gaan drinken. Maar die avond is zo gezellig en jullie kunnen heel veel praten, dus Paul besluit om nog een nieuwe date met jou te hebben. Hij vraagt je dan mee uit naar een Filipijns restaurant in Den Haag. Als je die avond onderweg naar huis bent en eigenlijk al bijna thuis, zegt Paul spontaan, zullen we naar het strand gaan? En jij zegt natuurlijk ja, want jouw idee over het strand s'avonds is toch een beetje anders dan jouw idee over het strand s'avonds. Want hier in de Filipijnen is het s'avonds heel gezellig op het strand en er zijn er heel veel mensen. Als jullie hier dan op het strand aankomen en maar zo her en der een paar mensen zien, gelukkig zijn er jongelui met een kampvuur en dus wordt het ook nog heel gezellig. Maar voor Paul was het vooral belangrijk dat jij op dat moment zei, ja, ik ga mee naar dat strand, want dat betekent dat je hem vertrouwt en dat is heel belangrijk voor hem. Inmiddels zijn jullie ook 3 jaar samen en jullie hebben besloten om je relatie vandaag dan om te zetten in een huwelijk. Nu is het belangrijkste moment van een huwelijksvoltrekking het moment waarop ik de vraag stel en jullie die met ja beantwoorden. Maar onthoud goed, dat ja zeg je niet alleen tegen mij. Dat ja zeg je vooral tegen elkaar. Het is het ja waarmee je met elkaar trouwt. Het ja waarmee je op elkaar vertrouwt. Maar ook het ja waarmee je zelf steeds opnieuw aan de ander toevertrouwt. Met dat kleine woordje ja zeg je, ik hou van je, ik respecteer je. Ik waardeer je en ik zal altijd naast je staan. Als je straks zo ja tegen elkaar zegt, dan weet je dat je bij elkaar jezelf kan en mag blijven. Maar het is ook dat ja wat niet alleen je huwelijk bevestigt, maar ook je onderlinge vriendschap. Want in een huwelijk is naast liefde, echte, ware vriendschap, een van de belangrijkste steunpunten. Als vrienden reik je elkaar steeds opnieuw de hand. Je steunt elkaar, draagt elkaar, neemt elkaar bij de hand als het moeilijk is. Je houdt ook af en toe elkaar de hand over het hoofd. Ik denk dat je daarom elkaar een hand geeft als je elkaar trouw belooft. Want de hand die je elkaar dan toestaat.